Een grote brand vandaag bij een bedrijf op industrieterrein Trekkersveld in Zeewolde aan de Baardmeesweg. De rook was in de wijde omtrek te zien en in de buurt van die brandhaard is nu verslaggever Ingrid Kuipers. Ingrid, wat is er nou gebeurd? Rond 9:15 vanmorgen kwam de melding binnen van die brand hier op industrieterrein Trekkersveld. En inderdaad, de zwarte rookwolken waren in ieder geval tot in Lelystad te zien. En brandweermannen en auto's uit de hele provincie zijn hier gekomen om te helpen blussen. En tegen 12 was de brand onder controle en werd het zijn brandmeester gegeven. Ja. Wat voor bedrijf is het precies? Het is een bedrijf van notenboom trading en het heet Rhino Trailers. En er staan hier dus trailers voor vrachtwagens geparkeerd rondom het pand waar de brand was. En Nelly Ras van de brandweer legt uit wat er in het pand verder voor bedrijfsactiviteiten gebeurde. Het is een bedrijf wat trailers verhuurt en verkoopt en die kunnen ze zelf ook opknappen. Dus er zit kleine hoeveelheden verf in, er zit spuiterij in, dat soort dingen. Ja, want we staan er wel een eindje vanaf natuurlijk om niet in de rook te staan. Maar toch hangt hier wel een beetje een vreemde geur. Ja, we hebben de NL Alert eruit laten gaan om de mensen te waarschuwen voor die rook. Want zolang we niet precies weten wat er in die rook zit, is het gewoon verstandig om daar niet in te gaan staan. Overigens is het nooit verstandig om in de rook te gaan staan, uiteraard. Uiteraard, ja. En toen de melding kwam om 9:15 ongeveer, toen was er ook nog sprake van dat er nog 4 mensen in het pand zouden zitten. Wat weet u daarover? Nee, dat waren de werknemers van het pand. Die hebben ook de brand gemeld en die zijn later zelf het pand uitgegaan. Ja, dus geen personen gewond geraakt, Ingrid. Maar die rookwolken, is het al bekend of daar giftige stoffen in zaten? Nou ja, bij alles wat verbrandt, er komen natuurlijk giftige stoffen vrij. Maar zoals de mevrouw van de brandweer al zei, er worden metingen gedaan naar hoeveel en wat voor giftige stoffen dat precies zijn. En uit die metingen blijkt dat er geen gevaarlijke concentraties zijn vrijgekomen. Oké, en is al bekend wat de brand veroorzaakt heeft? Ja, het vuur is ontstaan bij werkzaamheden in de werkplaats. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat is nog niet bekend. En ook de schade die is ontstaan, dat is nog niet duidelijk hoeveel dat is. En dat soort zaken wordt de komende dagen verder onderzocht. Goed, Ingrid Kuipers vanuit Zeewolde, dankjewel.